Hi allemaal, welkom bij de Vlog Vrijdag. Nou, zoals je kan zien zijn we weer terug uit Mykonos. En in deze Vlog Vrijdag nemen we jullie gewoon weer mee op stap. Wanneer we gewoon weer terug thuis zijn in ons koude kikkerlandje. Helaas, slecht weer. Geen blauwe lucht en zonnestralen meer. Maar we gaan er alsnog een hele leuke dag van maken. Hallo. Nou, we zitten inmiddels in de auto, want we gaan eventjes naar de Mediamarkt in Nieuwegein. Want ik heb een grill die ik eventjes wil retourneren, want die is kapot. En toen kwamen we net onderweg in de wijk onze postbode tegen. Dus we hebben gevraagd of ze nog pakjes aankwamen voor ons adres. En dat was zo, dus we wachten nu eventjes tot hij er is. We hebben echt de allerleukste postbode die er is. Die je nu niet kan zien, maar hij is de pakjes uit de wagen aan het halen. Wat? Hoorde je dat? Nee. Doei. Doei. Hij zei 3 pakketjes voor 3 prachtige dames. Yeah. Zo leuk altijd. We hebben nu net de auto geparkeerd en ik weet niet of je het hoort. Maar ze hebben in deze parkeergarage echt super enge... engele muziek of zo. Van die kerkmuziek. Volgens mij komt het uit het plafond. Ik vind het in ieder geval eng. Sowieso zijn parkeergarages natuurlijk al een beetje freaky, maar op deze manier maken ze het er niet leuker op. Larissa heeft succesvol haar grill kunnen omwisselen voor eentje die wel weer werkt. Dus dat is super goed. En nu hebben we een beetje trek, dus we gaan ergens een hapje eten. Denk bij de Bagels and Beans. Wat denken jullie? Yummy, ik heb zin erin eigenlijk. Ja. Nou, we liepen langs de Action en we konden niet laten om hier nog eventjes naar binnen te gaan, want we zijn nog nooit in dit filiaal geweest. En daar heb ik vast deze uitgekozen. Het is een super lang snoer voor je iPhone op te laden. En we zien hiernaast ook allemaal leuke, schattige flesjes en vaasjes en dergelijke. Echt weer heel erg leuk om te zien. Zal ik ook even laten zien? Ja. Deze. Ik vond het heel gaaf om hier bijvoorbeeld ook een bloem of zo in te stoppen. Of gewoon jus d'orange of zo. En hieronder heb je van die leuke ombre kleurtjes. Ja, die zijn super tof. Super leuk. Als het goed is heb je ook nog van die leuke metalen soort van manden of fruitmanden. En ik had er een foto al van gezien, want iemand had me getipt daarvoor. Dus daar ga ik ook nog eventjes naar zoeken of ik die kan vinden. Dit is echt een hele toffe industriële lamp. En hij is maar, even kijken, 14 euro. Moet je dit zien. Nou, nu hebben we ook deze lijstjes gevonden voor 2,30 euro. En we hebben de Hema halen voor 12. Dus dat is toch best wel een groot verschil. Deze zijn heel erg leuk om lekker zelf te meten. Doe het jezelf als je dit binnen ze eruit kan halen. Trouwens, dat weet ik niet zeker. Ja, wel, de bovenkant is open. En dan kan je allemaal verschillende dingen ertussen doen. En ik heb ook deze mand gevonden. Is dat de fruitmand? Yes. Deze is maar 2,30 en ik vind hem echt super leuk. Hier kun je ook iets van sokken in doen bijvoorbeeld. Of je fruit of wat dan ook. Nou, we zijn inmiddels neergestreken bij de Bagels and Beans. En we zijn dus vorige even langs de Action geweest waar we wat spulletjes hebben gekocht. Dat zal ik later nog wel laten zien. Hier is het een beetje rumoerig. En we hebben net heel lekker eten besteld. We hebben ook nog een kijker ontmoet bij de kassa. Zij werkte daar en ik vond het heel erg leuk dat je ons aansprak. Nou, wellicht een andere keer weer. We hebben onze drankjes gekregen. Dit is de Green Energy. Dat is yoghurt, banaan, nog iets en groen verschrikkelijk poeder. Dit is de mochaccino. Nee, ik heb een latte met een shot karamel. Oké, lekker. En dit is de? Een chocolademelk met chai kruiden. Dus de chai chocolate. Chai. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. We hebben ons eten. Ik heb de salade met rookkip genomen en met avocado had ik heel veel zin in. Marissa heeft de carpaccio bagel en mama heeft de bagel. Met tuna melt. Dus die is heel erg lekker. Daaronder zit tonijnsalade. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. En we hebben een heel klein beetje aankoopjes gedaan. En Tara eigenlijk vooral. Dus die gaat eventjes aan jullie laten zien wat ze heeft gekocht. Nou, ik heb deze krat gekocht. Dat is een roze. En deze was €5,99. Die kan je voor op je fiets vastmaken. En ik heb een mintgroene fiets. Dus het leek me wel heel erg leuk en ook vooral heel erg handig om er eentje te hebben. Dan heb ik een houdertje voor wattenstaafjes. Gekocht omdat ik dat gewoon heel erg handig vind. Ik heb er ook al eentje voor mijn watjes. Deze is 1 euro. En dan heb ik ook de wattenstaafjes voor 1 euro. Dan heb ik een hele lange knalroze kabel om mijn telefoon op te laden. Deze is 1,80 euro. Dan heb ik nog grote batterij voor 1,50 euro. Die kan ik in een klok doen die ik boven heb. En poriereinigende
neusstrips voor een euro. Het zijn allemaal best wel praktische dingen, maar ja, wel gewoon leuk. En dit is nog het pakketje die wij eerder vandaag binnenkregen. Ik heb het net eventjes opengemaakt. Hele fijne producten van Rimmel. Een mascara, een heel leuk roze lakje. Een gel eyeliner. En wat hebben we hierachter nog zitten? Volgens mij een blauwe eyeliner en een lippenpotlood. En dat is nog niet alles. We hebben hier ook een gigantische doos waar twee tassen in zitten waar we op hadden gewacht. Dus we wisten al wel wat erin zat. En we gaan hem nu even kijken. Oeh. We hebben hele mooie tassen besteld van Paul's Boutique. Ik heb zelf een knalgele en het is een beetje zo'n pouch. En Rissa heeft... Deze prachtige tas zat erin. Echt met super fel neongroen. Alleen, dit is volgens mij niet degene die ik had uitgekozen. Dus ik denk dat het een beetje een misverstandje is. Maar daar zal ik nog eventjes naar kijken. Maar hij ziet er wel echt super gaaf uit. Heel erg gaaf en mooi. Met een soort van struisvogel patroontje hieronder. Shabby. En dan ga ik mijn ook heel veel openen. Hij is knalgeel. En geel is mijn lievelingskleur. Dus het lijkt me best wel leuk om daar een tas van te hebben. En het is zeg maar zo'n, hoe moet je dat noemen? Zo'n bucket bag volgens bucket mij. Bucket bag, ja. Dus je kan hem hier aantrekken met een koordje. Nou, hij is nu nog net uit de pakje, dus wat stijf. En dan is het een soort van zakje. Nou, ik ben in de tussentijd even naar de winkels geweest om een pakje te retourneren en om deze te halen. Ik zag dat ze bij ons nog maar eentje hadden staan. En oké, misschien hebben ze het wel gewoon op voorraad achter liggen. Maar ik dacht, ik moet er snel bij zijn. Want dit is zo'n wereldbol. En hij is maar 5 euro en hij is van de HEMA. En ik wilde hem gewoon heel erg graag hebben. En ik zat te denken om hem dan hier ergens op mijn kast neer te zetten. Alleen past het niet helemaal. Want dit staat een beetje uit proportie. En ik heb hier al zo'n stolp met een skul eronder staan. Dus of ik zet deze hier neer. Of niet. Ja, ik weet het niet. Kijk, anders wordt het een beetje dit effect. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het leuker is als die stolp daar staat. En misschien deze weer ergens anders. Maar hoe dan ook. Ik vond hem heel erg leuk. En ja, hij was best wel goedkoop. Dus love it. En dit is trouwens dat houdertje voor de wattenstaafjes. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg schattig zo. En ik dacht, dan past hij super goed bij een andere houder voor watjes die ik heb. Deze is van de Action. En deze is van de HEMA. En je ziet dat dit plastic is een beetje blauwig. En dit plastic is gewoon echt helemaal doorzichtig. Dus het past niet helemaal bij elkaar, maar wel redelijk. We hebben net gegeten en het was fantastisch. Want ik heb gekookt. En we zijn nu neergestreken op de bank. Want we gaan Pretty Little Liars kijken. En we kijken het op Netflix. Dus we lopen een week achter op de meeste mensen. Dus we zijn nu bij aflevering 3. Aflevering 3. En we gaan natuurlijk niet laten zien, want dat zou een spoiler zijn. Maar we zijn echt super benieuwd naar deze aflevering. En wachten elke week weer op Smart op een nieuwe. Met Smart. Met Smart. Anyways, laten we gewoon gaan kijken. Nou, we hebben de aflevering weer gekeken van Pretty Little Liars. Ik kan het nooit uitspreken. En het was weer echt super spannend. Ik vind het altijd jammer dat ik dan weer in één aflevering weer een hele week moet wachten. Maar goed, dat krijg je ervan als je dus die series allemaal zo snel mogelijk wil zien. En ja, Larissa was dus net bezig met het editen van een foto. En dat gaan we dus ook nog doen vanavond en een beetje tikken. En aangezien dat niet heel erg leuk is om te zien, denken wij, gaan we deze vlog nu afsluiten. Dus we hopen jullie weer te zien in de volgende vlog. En klik op de video hiernaast voor onze vorige vlog. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei.